Gent-trainer Leekens had het niet makkelijk deze week, maar discussies zijn vergeten. De match tegen zijn ex-club telt nu. Op het middenveld bij Gent loopt Patrice Nouke, ex-Mouscroen. En Dembaba van Mouscroen verdiende zijn pluimen in de Franse tweede klasse. De ploegen. Gent rekent op Herpoel in doel. Martens is oud met een blessure. De Beulen speelt in zijn plaats. Nebojša Pavlović is een belangrijke pion op het middenveld. Zevlakov gaat op zoek naar zijn eerste goal voor Gent. Bij Mouscroen is Christophe Martin de nummer 1 in doel. Toy en Hachi sluiten de zaak achterin. Aanvoerder Dugardijn geraakt in extremis fit na een blessure voor zijn 400ste match in eerste klasse. Kustovic wou net als vorige week scoren. Mouscroen mag gerust hofleverancier van Gent genoemd worden sinds Georges Leekens 4 van zijn poulets naar het Otterstadion haalde. Wat zij kunnen tegen hun ex-club hoort u van Stef Wijnands. Molly, gebeurt er allemaal, die stuurt die bal naar de buitenkant. Richting Grégoire en daar is de Beulen. Met een eigenlijk niet te missen kans. 3 minuten ver. En Mouscroen liet maar begaan. Helemaal aan de buitenkant. Grégoire, geen buitenspel. Goed ingespeeld. En de Beulen op het lichaam van Martin. Jean-Félix Dorothée. Kustovic. Ja, we zeiden het al. Hij is onvoorspelbaar. Maar deze zit er kurkdroog in. Nauwelijks 50 seconden na die kans van Davy de Beulen is Frederik Herpoel voor de 6e keer dit seizoen al geklopt. Smoye krijgt die bal op het lichaam en dan Kustovic heel erg handig. Zoals hij daar wegdraait van de tegenstand, met name Pavlović. In de tweede competitiegoal voor de Bosniër. 0-1 voor Mouscroen. Zevlakov vrijgespeeld. De Beulen weer voor de goal. De Beulen mist weer. Zijn nog altijd geen 10 minuten ver. En Davy de Beulen had al een paar keer kunnen scoren. Randje buitenspel. Dit was veel moeilijker dan die eerste keer. Maar hij is er telkens. Vlotte openingsfase. Hier in het Jules Otterstadion. Nouke tegen zijn ex-ploegmaats. Daar is Doekschop. Nee, Herpoel had hem niet. En wie was er weer dichtbij? Adnan Kustovic. Foli. Nouke is alleen. In de hoek. Marcin Zevlakov. Goeie bal van Marcin Zevlakov. Nouke moet die bal proberen laag te houden. Controleert hem eerst. En dan geeft hij een strafschop. Philippe Clamont voor die fout van Geoffrey Toyes. En wie was daar alweer in de 16? Jawel, Davy de Beulen. Nouke, randje buitenspel van de Beulen. Frederik Herpoel is helemaal van de overkant gekomen om de strafschop te nemen. Nog niet dikwijls gezien. Maar beter kan hij hem niet binnentrappen, dacht ik zo. Martijn kansloos. En de allereerste goal van het seizoen 2006-2007 voor AA Gent wordt gescoord door de doelman. En dat is toch bijzonder. 1-1 na 25 minuten. Lichte strafschop. Perfect ingeschoten. Hachi niet goed gekopt. Prachtig schot. Dominic Foli. En zo voetbalt AA Gent toch wel wat kansen bij elkaar. Goed positie gekozen. Positief gedacht. Wat Dominic Foli deed. De Beulen. Tegen overtreding van Van Gijsrem. Die gaat in het boekje van Flamand. Voor het neermaaien van Pavlović. Achttien jaar.
niet mopperen. Dit was een overtreding waar er een gele kaart voor mag getrokken worden. Iedereen verveelt zich bijna stierlijk. Als er een geweldige kans gemist wordt door Martin Zevlakov. Op deze vrije trap. Nouquet wordt naar de kant gehaald en de Costa Ricaan Randall Azofeiva komt in de ploeg. Vanaf oktober bruist het hier in het Jules Otte Stadion. Het is heel wat stiller nu. En ze moeten opletten dat deze bal niet erin gaat, want hij gaat wel binnen. En wie is het? Adnan Kustovic. 1-2. Gent zoekt. Zeker niet wat het verdient, maar het speelt veel te traag om Moes Kroen ook maar een klein beetje uit evenwicht te brengen. En Kustovic komt er een beetje aangesloft in het centrum. En dan tussen die grote jongens zou nooit mogen natuurlijk. Maar de Bosniër een hele tijd onzichtbaar, maar daar is hij weer. Ah, Gent probeert zelfs tempo erin te krijgen nu. Zevlakov legt af en op de paal het schot van de Costa Ricaan Azofeiva. Gevlacht en uiteindelijk niks meer gedaan, want die vlag ging daar toch omhoog. Maar het is Dembaba die er 1-3 van maakte. Genadeloos afgemaakt wordt Gent in eigen huis door Moes Kroen. Dus even kijken naar die grensrechter die hier balvoordeel geeft. Flamand heeft dat goed gezien. En Dembaba tussen de benen van Herpoel door. En Kustovic nu met een assist. Schot. Goed schot. Opnieuw van Azofeiva. Die heeft kruid in de benen, de Costa Ricaan. De zingende Moes Kroen supporters. Een stunt is het zeker niet wat Moes Kroen heeft gedaan. Maar een verrassing dat wel. Winnen op het veld van A-agent Moes Kroen. Een van de gedoodverfde favorieten in de prognoses. Om te dalen start deze competitie met een 6 op 6. Vorig jaar hadden ze na 9 wedstrijden nog maar 3 punten. En nu 6 op 6 en A-agent. Ja, als het rommelt in de bestuurskamer of de trainerskamer, dan draait het meestal niet op het veld. En dat is vanavond gebleken. A-agent 1, Moes Kroen 3.